Ja, welkom allemaal. Leuk dat jullie zijn in de chat van YouTube. Ik ben samen met Jordan Thesen, het grote talent van PSV. Morgen spelen wij tegen Jong Frankrijk in kwartfinale van het EK onder 21. En ja, we gaan even wat vragen van jullie beantwoorden. Dus als je vragen hebt, stel ze in de chat en dan zien we ze. En dan kunnen we ze beantwoorden. Maar we hebben al wat vragen ingestuurd gekregen. Dus daar gaan we even mee beginnen, Jor. Oké, let's begin go. Begin jij maar. Met die boze of wat? Maakt niet uit, kies het maar in uit. Ik heb de vraag gekregen van, wat wil je nog meer bereiken in je carrière? Zo, ik wil natuurlijk, ik wil prijzen pakken natuurlijk. Ik ben voetballer geworden om prijzen te pakken. En als je de wedstrijd van gisteren hebt gezien, de Champions League finale, dat is ook wel iets wat ik wil bereiken. Zo'n Champions League beker. Dus dat eigenlijk. Grote droom. Grote droom. Zal ik er ook even eentje pakken? Allebei. Nou, Daphne heeft een vraag ingestuurd. Hoe is het om bij Oranje te spelen? Ja, voor mij persoonlijk, ik denk dat dat voor Jordan ook wel geldt, is het toch wel speciaal om dat Oranje tenue aan te trekken. Het is nog jong Oranje, dus het is nog niet het grote Nederlands elftal. Maar ja, het is toch elke keer weer speciaal en dan zeker nu. Een EK meemaken, ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus heel speciaal en iets om trots om te zijn. Wie van jullie twee is beter in de lucht? In de lucht? Oef. Poef. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja, ik denk toch wel Kai, denk ik wel. Misschien aanvallend. Ja, aanvallend. Koppen ben ik misschien beter. Ik denk Jordan misschien verdedigend koppen beter is. Hij is net ietsjes langer. Klopt. Dat is toch altijd een voordeeltje. Even kijken. Koen vraagt wat jouw beste moment is bij Oranje. Bij Jong Oranje? Of algemeen? Ja, bij Oranje. Dus of bij Jong Oranje of misschien bij een ander jeugdteam. Zo, zo goed hoor. Oef. Mijn beste moment. Ik denk gewoon... Toen we gekwalificeerd waren met Jong Oranje voor het EK, voor dit EK. En ik denk ook vooral eerste geworden in de pool in maart. En dat we nu hier kunnen staan. Dat is denk ik wel een van de mooiste momenten hier. Nou, kan ik me voorstellen. Ja. Komt er nog wat leuks in de chat voorbij? Hoeveel gaat het morgen worden tegen Frankrijk? Ja, hoeveel gaat het morgen? Ik zet mijn geld op een 1-0 voor ons. Ik zeg 3-1. Zo. Laten we het hopen. Ja. Ik zal ook nog even kijken. Ja, ik heb een vraag gekregen. Hoe komt het dat je zo goed bent in FIFA? Ja, ik speel toch wel gewoon regelmatig. Ja, dan word je vanzelf beter. En ik denk ook tegen goede spelers spelen. E-sporters, et cetera. Daar leer je wel veel van. De ins en outs van wat wel en niet werkt. Als je dat een beetje onder de knie krijgt, dan word je vanzelf beter. Maar denk op die manier. Jordan, wie is de moeilijkste direct tegenstander tegen wie je hebt gespeeld? De moeilijkste direct tegenstander? Ik denk tegen Haller of tegen Soldado van Granada. Waarom was ze moeilijk tegen? Ja, vooral Haller, hij is groot, sterk. Je kan er vrij weinig tegen doen. En tegen Soldado, ja, veel ervaring. Hij weet precies waar hij moet staan, waar hij moet gaan lopen. En voor mij als jongeling is dat nog wel wat nieuwer allemaal. Dus het was best wel moeilijk om tegen hem te spelen. Mis je Groningen, Kai? Ja, ik mis Groningen wel zo nu en dan. Ik heb een hele leuke tijd gehad bij Groningen. Heel tof jaar met leuke teamgenoten in een hele leuke stad. Dus als je dan daar weggaat en je gaat naar het buitenland, waar je minder bekende mensen om je heen hebt, een nieuwe taal, nieuwe cultuur, ja, dan mis je het wel nog af en toe. Af en toe mis ik het wel. Maar goed, uiteindelijk maak je keuzes in je carrière als voetballer om het beste eruit te halen. En... Dan moet je ook wel eens uit je comfortzone, dus vandaar. Maak je de kans op de titel met Jong Oranje? Ik denk het wel. Ja, zeker. Ik denk dat zeker. Ik denk eigenlijk dat alle 8 ploegen die er nu nog in zitten wel gewoon
een titelkandidaat zijn. Maar ik denk dat wij ook wel hebben bewezen in de kwalificatieronde en in de poolfase dat we wel een ploeg zijn om rekening mee te houden. Waarom zijn jullie zo goed? Misschien weet Jorah dat. Ja, ik denk dat het is een goed team. Iedereen kan het goed met elkaar vinden. Los van dat we goede spelers hebben, individueel. Maar ik denk wat ons zo goed maakt is gewoon het team. Dat iedereen elkaar goed begrijpt, elkaar kwaliteiten kent en daarvan ook daar ook gebruik van maakt. En dat is toch wel belangrijk om een goed team te zijn, vooral op een EK. Wie heeft het beste schot in het team? Oeh, schot. Er zijn wel een aantal jongens met een goed schot. Oeh. Ik vind, als ik er nu eentje moet noemen, denk ik, ik vind Kadioglu een heel goed schot hebben. Ik denk Stengs. Ik ga voor Stengs. Ik zag net iemand in de chat die zei. Mooi klokje. Ja, en iemand vraagt daar: Kai, hoe duur is je klokje? Stijn Boekman. Ja, dit. Mooie vraag. Ik weet niet of het verstandig is om dat te delen. Ja, dat is waar. Maar ik vind het in ieder geval. Ik vind het heel aardig dat ze het een mooi horloge vinden. Ja, daar koop je hem ook voor. Hè? Ja, dat is waar. Wat is het leukste aan profvoetballer zijn? Het leukste? Nou, voor mij persoonlijk het leukste is... Ik voetbal echt om in de stadions te spelen, volle stadions. En om daar van mooie momenten te beleven. Een goal maken op een belangrijk moment in een vol stadion, waardoor iedereen ontploft. Ja, dat zijn voor mij echt de momenten waar ik van geniet als voetballer. Weet je, zoals je vroeger als kleine jongen ontplofte als Van Bronckhorst in de halve finale tegen Uruguay scoorde. Ja, om die momenten zelf te creëren. Nog niet op dat niveau, maar hopelijk later. Ja, dat is voor mij wel hetgeen waar ik het voor doe. Ja, voor mij vooral ook wel een beetje wat ik zeg, maar ja, ik scoor niet zo heel veel. Maar ik denk ook vooral om mooie momenten te beleven. Natuurlijk ook met het publiek. Is altijd wat ik wilde worden, voetballer. Mm-hmm. En ik ben gewoon heel blij dat ik het nu gewoon ben geworden. Ik geniet er elke dag van, dus ik blijf het gewoon doen. Stijn stelt te voetbalvragen, Messi of Ronaldo? Messi. Zeker, het is makkelijk. Ja. Het is makkelijk. Wel fijn ook een keer om een kenner naast me te hebben. Precies. Heb je nog wat op lijst staan? Ja, Jonas, speel je liever rechtsback of centraal achterin, vraagt Erik. Weer die vraag. Maakt voor mij allebei niet uit. Allebei voordelen, allebei nadelen, om het zomaar even op te noemen. Maar als ik toch eentje zou moeten kiezen, heb ik toch wel iets liever rechtsback. Maar ja, als je het in een verhouding, zeg maar, in het percentage zou moeten omrekenen, is denk ik 52% zou ik liever rechtsback willen en 48% centraal. Maar het maakt echt niet uit voor mij. Krijg je die vaak zo'n vraag? Ja. Hoeveel uur per dag trainen jullie? Ja, dat verschilt per dag, maar ik denk ongeveer tussen een uur en twee uur op het veld. Ja, en dan is het daarnaast is het nog een dag krachttraining bijvoorbeeld in de middag. Zoals wat we hier veel doen is een soort preventieprogramma met rekken, rollen, fietsen, behandelen. Ik denk dat het toch ook wel onder trainen staat. Ja. Ondanks dat het niet echt zwaar fysiek is. Het is wel bezig zijn met je lichaam en je sport. Als je van die selectie die je nu hebt bij Jong Oranje één speler uit zou moeten kiezen voor het Nederlands elftal, wie zou dat dan zijn? Zo. Eentje. Goeie vraag. Ja, dat is een goede vraag. Die er nu gelijk staat. Als je één iemand zou mogen selecteren voor het Nederlands elftal. Ja, vind ik wel echt moeilijk. Ik denk eigenlijk als je kijkt naar de vorige selectie en de selectie die er nu staat van het Nederlands elftal. Dan is een Gakpo en Koopmeiners erbij. Nou, ik denk als je me die vraag vorige periode had gesteld, dan had ik ook Cody gezegd. Ja. Barça of Real, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet. Barça. Ja. Voor welke club waren jullie als kind? Barça. Ja? Ja, internationaal Liverpool.
Dus, Gadverdamme. Ja. Ja. Nog steeds wel hoor. Ik vind Liverpool nog steeds echt een mooie ploeg. En die droomclub, is dat ook Barça en Real? Ja, 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 zo'n droomclub voor mij wel Liverpool. Ja. Ik heb wel een leuke. Jordan, wie is je beste vriend bij Jong Oranje? Was eerst altijd Cody. Maar nu ben ik vooral vaak met Appie, Harui. En Doekie. En Kadioglu. Veel vrienden. Ja, klopt. Ik heb veel vrienden hier. Jij, Kai? Ja, ik ga het beste om met Dani, de Wit. Ik denk dat iedereen dat wel kan bevestigen. Ja, 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 ja. Even kijken wat een leuke vraag is. Ja, pak hem erbij. Even kijken. Joran vroeg aan mij, had je verwacht dat je dit seizoen in de basis stond bij PSV? Niet verwacht, wel gehoopt. Vorig seizoen, einde van het seizoen, in de coronaperiode. Hard gewerkt, hard getraind om in de basis te gaan. Om in de basis te gaan staan volgend seizoen. En uiteindelijk heeft het zich uitbetaald met hard werken. En daar ben ik blij mee. Dus niet verwacht, wel gehoopt. Is de slechtste FIFA-speler bij Jong Oranje? Oef. Zo. Speel je veel FIFA? Nou, onderling valt het wel mee, Hiro. Wordt niet super, wordt meer gepingpongd en gepoeld. Dus ik zou het echt niet weten. Eigenlijk. Maar als je zegt slechtste in pingpong, dat is wel Bro doet, dat wel. Ja, ja, ja. En hij weet het ook, hij weet het ook. Maar, maar jij speelt wel vaak FIFA, toch? Ja, met sommige boys. Wel, ja. Met wie speel je allemaal FIFA? Ja, van hier valt het wel. Ja, ik speel wel eens tegen Dani een potje of tegen Maarten Paas. Maar ja. Maar we zijn niet best, of wel? Nou, dat is niet mijn niveau. Dat is niet jouw niveau. Ja. Okay. Maar ik weet niet of zij vergeleken met anderen ook weer goed of slecht zijn. Okay. Tijn vraagt wat jullie lievelingseten is. Lievelingseten? Voor mij is wel sushi. Als ik een restaurant mag kiezen, een top sushi restaurant. Ik denk voor mij rijst met bonen en kip. Lekker man. Zeker. Wie is de beste speler tegen wie jullie hebben gespeeld? Ik heb al gezegd, misschien jij? Met jou directe tegenstander, zei jij. Hè? Ja, maar voor jou, centrale verdediger. Centrale verdediger? Ja. Oeh. Goeie vraag. Is dit Frankrijk of NNL? Ja, dit seizoen speelde ik tegen Marseille. Ja. Met die Spanjaard Alvaro centraal. Ja. Die vond ik wel echt goed in zijn manier van spelen. In Nederland vond ik Veldman goed om tegen te spelen. Ja, en De Ligt. Maar dat spreekt ook wel voor zich. Waren jullie gisteren voor City of voor Chelsea? Ja, voor mij maakt het op zich niet uit. City of Chelsea, nee. Ik was gewoon neutraal. Ik had ook niet echt een favoriet. Nee. Wie zijn jullie idolen? LeBron James. Ja? Ja. Waarom? Ik weet niet. Gewoon zijn verhaal erachter, van waar hij is gekomen en dergelijke. Dat raakt me wel. Gewoon, doet me wel goed. Jij, Kai? Ja, ik moet zeggen, ik heb nooit echt idolen gehad waar ik echt, zeg maar, echt naar opkijk. Of, je kijkt natuurlijk naar veel atleten op, maar niet echt dat ik iemand heb waarvan ik denk van, daar wil ik alles van weten en kennen. En die inspireert me heel erg. Dat heb ik nooit echt gehad. Heb je nog vragen op het lijstje? Heb je nog iemand in Jong Frankrijk die je kent? Nou, ik ken ze allemaal wel. Ja? Niet persoonlijk. Ik ken een centrale verdediger die nu is opgeroepen van Monaco, Disasi. Die zal naar mijn verwachting niet spelen, want die is later pas bijgekomen. Die is van Reims gekomen, dus daar heb ik vorig jaar samen mee gespeeld. Ja. Dus die ken ik wel persoonlijk. Verder ken ik die jongens persoonlijk niet, maar ik heb wel tegen ze gespeeld. Ja, dus ik weet wel wat ze kunnen. Ja. Hebben jullie rituelen voor een wedstrijd? Nee, niet per se rituelen.
Ik ben gewoon ontspannen. Soms een beetje muziek, soms een beetje lachen in de kleedkamer, maar niet echt per se, niet per se iets. Welke muziek luister je dan graag? Ik luister graag naar rapmuziek uit Amerika bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld Lil Baby en dergelijke. Weet je, dat soort genres. Heb jij nog rituelen? Nou ja, ik wil het ook niet per se rituelen noemen, maar wel van die, ja, ik heb wel vastigheden die er gewoon een beetje insluipen, die je zelf niet echt ziet als bijgeloof, maar die je dan wel blijft herhalen, omdat het gewoon goed voelt met bepaalde dingen drinken, bepaalde wedstrijdvoorbereiding met het op dezelfde manier doen, met rollen rekken, warm draaien, et cetera. Oké. Ik wil er wel zijn. Hij vraagt. Ja? Zat er nog wat op het lijstje om mee af te sluiten? Of, eens kijken. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar, George. Wie krijgt de meeste aandacht bij Jong Oranje van de meisjes? Van de meisjes? Zo. Ik weet het wel, denk ik. Wie dan? Ik denk Kluivert. Ja, Kluivert. Ja, hij heeft gelijk. Ja, zo. Kluivert. Doet er ook alles voor, man. Ja. Kluivert. Mag ik die chat weer even zien? Doe even een duimpje of doe iets als je wil dat Kai hier blijft en dat jullie ook een aparte keer nee doet. Kan ook, ja. Hoezo dan? Doe een duimpje omhoog of doe een één. Kan ook. Ja, misschien wil je met de kijkers, toch? En jij dan? Misschien, ze willen nog genoeg... Ja, maar hier, ik zie dit. Mika, nee. Wil Jordan Thesen deze zomer bij PSV blijven? Dat zijn de vragen, hè? Goeie vraag. Je weet het nooit in het voetbal, zeggen ze dan. Daarom. Nee, ik blijf lekker, joh. Er zit een beetje vertraging op de lijn, dus... Oké, daar komen ze. Oh, kijk eens. Heel veel duimpjes ook. Zie je, kijk eens. Ja. Heb ik toch voor jullie geregeld, hè? Dat is mooi. Toch moeten we het hierbij laten. Ja, helaas. Nu heb je die chat opgewarmd. En nu moeten we hebben nog dingen te doen, hè? Ja. Morgen belangrijke wedstrijd. En besprekingen. Hoe we het morgen gaan doen, denk ik. Of weet je het al? Ja? Ja. Nee, ik weet het al. Weet jij het? Ja, ik weet het wel, ja. Ja, zeker. Nou, nog één leuke vraag voor Kai ook misschien. Ik zie elke keer dezelfde vraag, maar ik weet niet of het verstandig is om die te beantwoorden. Over mij? Ja. Ik zie wat telkens... Niet over jou, maar ja, voor jou. Roger Smit. goede trainer. Hij heeft jou erin gezet, toch? Ja, dat is nog wel, ik zag die nog even tussendoor. Wat vind je van de documentaire die wordt gemaakt over Jong Oranje? Ja, ik vind hem wel goed. Leuk, hè? Ja, is leuk. Is echt leuk. Ik heb 2 afleveringen gezien, nog niet allemaal. Mm-hmm. Is wel leuk, man. Ja, man. Positief vast. Mooi. Let's go. Ik hoop de kijkers ook. Een laatste woordje voor de kijkers? Tune in morgen. Volgens mij NPO 2, ja? Klopt. 2? Ja. Ja, we zijn niet meer op 1. We zijn verstoten van de NPO 1. Ja, lekker. Maar 6 uur, Jong Oranje, Jong Frankrijk, NPO 2. Dus tune in, support ons. Doe je oranje shirt aan en of je PSV shirt met deze. Dat is ook prima. Kan ook. En dan zien we jullie dan. Gaan we ons best doen.